Helemaal, ik heb voor jullie vandaag een shoplog. Zoals jullie weten had ik examens en kon ik niet naar de solde gaan. Maar voor en na de examens ben ik wel nog wat gaan shoppen. En dat is dan de shoplog dat ik jullie vandaag laat zien. Ook ga ik hier mijn kerst- en verjaardagscadeautjes in dit filmpje laten zien, dat er ook wel naar gevraagd was. Ik heb niet zoveel gekregen, maar ik wil het toch aan jullie laten zien voor degenen die het wilden zien. Dus laten we snel beginnen. Zoals ik in mijn vlog al zei, heb ik maar twee dingetjes in de solde gekocht. Het was niet echt veel wat er in de solde was, of dingen die mij niet echt aanstonden. Maar ik heb wel twee dingetjes van Catrice gekocht. Deze is nog een oogschaduw van de Spectacle Art collectie. Toen dat ik ging zien in Kruidvat, waren alleen de twee grijze versies er nog. Deze niet, maar deze wil ik echt super graag, dus was ik wel blij dat ik hem kon bemachtigen. Een hele mooie highlighter kleur, zoals je kan zien. Dus daar ben ik heel blij om dat ik die nog kunnen kopen heb. En dan deze eyeliner van Catrice, van de Out of Space collectie, de Houston's Favorite. Een hele mooie, blauwe kleur. Zo'n eyeliners kom je echt niet te dikwijls tegen, dus dan dacht ik van ik zal hem maar meenemen, want wie weet vind ik hem nooit meer terug. Dus daar ben ik ook heel blij mee dat ik hem gekocht heb. Dan de rest van de dingetjes zijn niet uit te solden. Gewoon dingetjes die ik random heb opgepikt. En ook een paar dingen van de nieuwe collecties van Essence en Catrice. Niet alles was er, spijtig genoeg. Ook al was er veel uitverkocht. Dus ik heb maar kunnen bemachtigen wat dat er lag. Allereerst dit Xunclub paletje van Essence. Deze Nightclub. De paarse versie. Jullie hebben al onlangs van het Xunclub paletje een review kunnen lezen op mijn blog. Ik zal anders de link hier nog eens onder zetten. Maar dit, op een of andere reden, gaat dit veel moeilijker open. Opengekregen. Dus dit is het paletje. Echt super mooie kleuren, zoals... je kan ze ook natuurlijk, want het zegt wel van Nightclub, maar je kan ze natuurlijk ook overdag dragen. Met echt een mooie highlighterkleur, paarse tinten en grijze tinten. Ik ga hem nog niet swatchen, want ik moet er nog foto's van maken. Maar de foto's zien jullie wel op Passion for Beauty verschijnen. Dus daar ben ik al zeer blij om, dat ik dat toch al heb kunnen bemachtigen. Dan heb ik ook al een 3D oogschaduw van Essence kunnen weten te vinden. De rest was er nog niet of was uitverkocht. Deze is een Irresistible Chocolate. Heel mooi, bruine kleuren. Deze doen mij denken aan de Extra Dimension oogschaduws van MAC, waar ik geen van heb kunnen bemachtigen. Dus als je er zo in de naart wat wilt, zeker bij Essence eens kijken. Als ze niet uitverkocht zijn natuurlijk. Ook deze ga ik niet swatchen, want daar moet ik ook nog foto's van maken. Maar ik vind het echt wel prachtig uitzien. Dan heb ik random ook twee kwads van NYC gekocht, omdat ik er ook al heel veel over gehoord had. En ik wilde ze ook wel uitproberen. Deze is in Best of Broadway. Deze is zo wat een nude paletje dat iedereen wel kan gebruiken. Het zijn echt prachtige kleurtjes. Zoals bijvoorbeeld deze highlighter. Super mooi gepigmenteerd. Geweldig. Dus zeker eens kijken bij NYC. En deze is wat een meer groenere versie. Fashion Bootcamp. En ook hier weer prachtige kleurtjes. Super mooi. Dus daar komen nog looks van op de site. Dan heb ik ook een nieuwe mascara gekocht. Deze Colossal Volume Express Smoky Eyes Mascara. Ik had al de Cat Eyes geprobeerd en die beviel me echt super goed. Dus ik wilde zo wel een nieuwe Colossal proberen. Ze zijn natuurlijk iets duurder als je Essence, Catrice en Gouache gewoon bent. Maar ik denk dat dat wel de moeite waard zal zijn. Ik ben nog eerst mijn andere aan het opgebruiken, is bijna aan het uitrogen, dus kan ik deze gebruiken. Ik ben echt super benieuwd naar. Ook het borsteltje spreekt me echt wel aan. Dus daar komt ook sowieso nog een review van. Dan heb ik ook de Maybelline Fit Me Concealer gekocht. Ik hoorde er echt enorm veel goeds van, dat hij goed tekend is, dat hij echt matcht met je huidskleur, als je de juiste koopt natuurlijk. Maar dat echt
alles kan camoufleren. En ja, wallen onder mijn ook. Nu wel concealer op. Wallen kan je toch sowieso niet vermijden, tenzij je 12 uur aan een stuk slaapt natuurlijk. Maar ja, iemand die gaat werken of die naar school gaat, dat is moeilijk om dat te halen. Dus zo'n concealer wil ik wel eens proberen. Dus de Maybelline Fit Me. Naar het schijnt zijn de foundations ook super. Dus daar wil ik er ook nog wel een van proberen. Als we het dan toch over Maybelline hebben, dan ja, gaan we maar verder met dit. Deze is een van mijn favoriete lipsticks, de Color Sensationals in Mauve Diamonds. Ja, een hele mooie mauve kleur, zoals de naam het zelf zegt. En je zou ervan verwachten dat hij, ja, ik weet niet of je dat kan zien, maar er zit heel veel shimmer in. En ja, als er iets is wat ik niet tegen kan, dat zijn lipsticks met shimmer, want dat komt meestal redelijk goedkoop over ook. En daar moet ik niet zo van hebben. Maar ja, als je hem swatcht, verandert hij zo echt in een glossy finish. Echt super mooi. Ik heb hem ook al de laatste paar dagen gedragen en ik vind hem echt prachtig. Dus ja, zeker aanraden, de Color Sensational Lipsticks van Maybelline. En dan is er ook een hype aan het rondgaan van L'Oreal met de Caress Lip Stains. In Amerika zijn ze echt een hype tot en met, want je ziet ze wel in elk YouTube-filmpje. En ik hoopte natuurlijk dat het ook naar België zou komen en dat deed het ook. Ik heb er een paar gevonden, maar de namen zijn totaal verschillend, dus ik weet niet welke dan mij die van Amerika overeenkomen. Maar deze is de kleur Romy. Ik weet niet of je het... Ja, Romy. Dus het zijn deze L'Oreal ja, lipstains. Dus het zijn lipstick en lipgloss in één. Ze beloven langdurig te houden en een hele goede kleur af te geven. Dit is het borsteltje. Een soort, ja, traan, zou ik zeggen. Traanvorm. Dus daar ben ik echt heel benieuwd naar, dat hij ook heel ja, lang gaat blijven zitten. Dus daar komt ook zeker misschien nog een first impressions van, wie weet. Dan het laatste qua make-up van Kruidvat is deze Gosh Lip Gloss. In de kleur ja, 80 of 08, je kan kiezen. Ik denk dat het 08 is. Maar als je het zo draait, is 80. Dus ja. Leuk met een spiegeltje. En ja, de kleur vind ik ook gewoon fantastisch. En hij geeft licht als je hem open doet. Heel handig als je in donker lipgloss moet opdoen of zo. Dus dit is de kleur. Echt super, ja, roze. Maar daar hou ik wel van. Dus dat is ook zeker geen miskoop. Dan ben ik ook naar de HEMA geweest. Ik wilde wat meer van hun make-up producten ja, uitproberen. Omdat de Maybelline blushes mij echt wel goed bevielen. Ook de HEMA cream pencil voor als basis of highlight beviel mij heel goed. Dus ja, misschien dat de rest mij ook wel goed beviel. Ik heb deze blush dan gekocht. Deze nummer 32. En het doet me heel hard denken aan mijn lievelingsblush van Maybelline. Deze de kleur. Ja, peachy. Ja, peachy roze. Hier. Ik vind hem op zich wel heel goed gepigmenteerd. Ik heb hem al ook een paar keer gebruikt. Langhoudend is hij wel niet, maar ja, de kleur vind ik alleszins super mooi. Als mijn Maybelline ooit zou opgeraken, heb ik tenminste toch nog een vervanging ervoor. En dan heb ik ook nog een bronzer gekocht. Deze Terra Bronzing Powder van de HEMA in nummer 11. Ja, in de winkel zag hij er bruiner uit dan dat hij eigenlijk nu lijkt. Want nu lijkt hij echt wel fel oranje. Deze de kleur, ja, hij ziet er echt wel oranje uit. Dus ik weet niet goed of dat het een miskoop gaat zijn of niet. Want ja, ik wil niet op een Oompa Loompa lijken van de film. Maar ja, we gaan proberen uit te testen. Dus noods ga ik hem als oogschaduw gebruiken of zo. Kan ik ook nog. Dan ben ik ook nog even langs de Die geweest. Omdat Park Avenue toch een van mijn nieuwere favoriete make-up merken wordt. Qua goedkoop dan. En dan heb ik een lipstick gekocht. In nummer 10. Dit is de kleur. Dus ja, neutroos. Iets wat je overdag kan gebruiken. Als ik hier nog plaats vind.
Hij geeft heel veel kleur vanaf, van dat klein beetje dat ik geswatcht heb. En hij ruikt ook naar MAC lipsticks. Dus mijn verwachtingen zijn nu echt wel hoger. Als ze al ruiken naar MAC lipsticks en ze geven zo'n goede kleur ervan af, dan moet dat toch wel goed zijn. Dus wordt zeker vervolgd. Dan heb ik nog wat haarverzorging en gezichtsverzorging van Kruidvat. Deze Elnett Satin Heat Protection Spray voor volume. Ja, volume. Ik heb volume genoeg, maar ik moest toch nog een heat protection spray hebben. Heb ik over het laatst ook gebruikt als ik ging bowlen met mijn vriendinnen voor mijn verjaardag. Hij hield mijn krullen er echt wel heel mooi in, want sommige heat protection sprays, ja, die laten mijn krullen gewoon uitzakken. En dat is ook niet de bedoeling. Maar deze, ja, maakte mijn haar echt wel zacht en glanzend ook. Dus voorlopig ben ik er tevreden van. Voor de eerste keer dat ik het heb kunnen gebruiken. Nu, dat was ik met mijn Guardian Angel van Got2Be ook. Dus ik ga hem toch zeker blijven uittesten dat hij zijn werking niet verliest. Dan heb ik ook nog twee gezichtsverzorgingsproducten van Kruidvat eigen merk. Deze van de Pure Line. Deze is de Cleansing Wash Gel. Met een pompje. Je kon kiezen tussen deze wasgel of nog iets anders. Maar ik weet niet juist wat meer. Melk, denk ik. Reinigingsmelk. Maar ik vond het pompje veel leuker. Dus reinigt en scrubt tegelijk. Dus ben ik benieuwd van. En deze, de Pure Refreshing Lotion. Dus dat je na... Ja, deze is stap 4, deze is stap 1. Dus er komen er nog twee tussen. Maar ik had gewoon een nieuwe gel nodig en een lotion. Dus heb ik die twee maar genomen. En ik denk, als je die twee combineert, dat het ook wel zal lukken. Dus ja, die gaan ook in de test. Dan heb ik bij Planet Perfume nog een OPI-lakje gaan halen. Ik was eigenlijk heel benieuwd naar de Mariah Carey collectie, maar die was er nog niet. Dus ja, het andere rek van OPI stond daar wel. Dus heb ik deze in de kleur ink. Heel mooi paars met blauw en roze en gouden shimmering. Het is echt een supermooie kleur. Hij lijkt blauw op de camera. Maar het is echt wel paars. Echt een geweldige kleur. Ik heb ook niks op mijn nagels nu, want zoals je ziet is er hier iets afgescheurd. Dus wil ik hem eerst terug wel laten groeien voordat ik nagellak op doe, spijtig genoeg. Maar de volgende wordt deze, sowieso. Dan ben ik ook nog naar Issy Paris XL geweest, omdat ik had een verjaardagsbon gekregen van 5 euro op het hele assortiment. En ja, daar wil ik wel van profiteren. Dus ik heb eerst allereerst dit nagellakje gekocht. Read My Lips. Echt een supermooie roze kleur. Maar het is niet Barbie-roos, het is zo meer roodroos. Dus dit gaat echt mijn lentekleur worden. Echt een heel mooi kleurtje. En dan iets wat ik al super lang wilde hebben. Maar dat ik het eigenlijk wel een beetje te duur vond om zomaar te kopen. Deze Rouge Volupté van YSL. Ook helemaal gehyped tot en met. Maar ik wilde hem echt zelf proberen. Het is in de kleur 9. Dus ik vind de verpakking sowieso wel super chic staan. En dit is de kleur dan. Heel mooi kleurtje. Meer bessenkleur, want de camera is zo meer neutraal, maar het is echt meer een bessenkleur. Ook nog proberen te swatchen. En hij glijdt. Dit is de kleur. Hij glijdt echt over je lippen als je hem aanbrengt. Het is echt prachtig. Daar ben ik ook zeer tevreden van. Oké, dan nog twee laatste dingetjes voor ik aan de verjaardag en kerstcadeautjes begin. Deze By Fos, denk ik dat ik moet uitspreken. Handcrème. Deze komt van Traffic. Ik weet niet dat in Nederland ook Traffics bestaan. Het is eigenlijk een winkel waar dat heel goedkoop je bijvoorbeeld pyjama's of dierenspulletjes of speelgoed of verzorging kan krijgen. En mijn IKEA handcrème is zo goed als op, dus ik wilde wel een nieuwe. En voor 1,79 euro of zoiets had je deze al. Dus, en het is met karitéboter en B5, vitamine B5. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. En dan bij de Body Shop heb ik deze Duo Body Butter gehaald. Dat was eigenlijk in de blok zelf.
dat ik hem gehaald heb. Want ja, de winter, het was echt ijskoud. Mijn benen die waren zo droog als de Sahara. En ja, ik had gewoon iets met heel veel verzorging nodig. Dus heb ik deze gekocht. De ene kant is meer een boterige textuur, terwijl de andere meer ja, een crème is. Dus je kan nog kiezen welke je gebruikt. Dus daar ben ik ook zeer veel fan van. Nu zal ik jullie mijn kerstcadeautjes laten zien. Zoals ik in mijn vlog al zei, heb ik niet heel veel voor kerst gekregen. Ik heb meer geld gekregen voor mijn iPad te kunnen kopen. Maar ik heb van mijn broer en mijn ouders wel een paar nagellakjes gekregen, zoals ze mij toch zo heel goed kennen. Dit zijn ze allemaal. Deze zijn van Clean Color. En ik wist eigenlijk niet waar dat je ze juist kon kopen. Maar kledingketen Zep verkoopt ze dus wel. Daar ben ik heel blij om. En dan moet ik nog eens dringend meer naar de Zep gaan. Allereerst heb ik deze mooie gouden glitter. Deze is 24 karaat. Hele mooie gouden glitter. Mooi als over een gewone nagellak te doen. Blue Satin. En deze is een blauwe met van die ja, glitterring, zoals je kan zien. Ook heel mooi. In Concrete Grey. Een soort ja, grijs met paars in. Deze wil ik al super lang. Midnight Queen. Echt super mooie blauwe kleur. Teal Marble. Is ja, groen en blauw. Beetje petrol, maar dan nog net iets anders. Ik kan het moeilijk omschrijven, maar heel mooi. Red Sparkle. Ook heel mooi om over een rode nagellak of een andere kleur te doen. Om het een beetje specialer te maken. Dus die nagellak is super blij mee. En dan zullen we aan de cadeautjes van mijn vriendinnen beginnen voor mijn verjaardag. Allereerst heb ik deze superleuke sleutelhanger gekregen. Ik ben heel erg fan van Angry Birds, het spelletje. Angry Birds 4 seizoenen, de Angry Birds Space, de Star Wars, alles heb ik al gespeeld. En een vriendin van mij wist dat ik zot was van Angry Birds en heeft mij deze superleuke sleutelhanger cadeau gegeven. Echt enorm blij mee. Ik heb, ja, ze zit aan mijn sleutels hangen. Echt geweldig. Het was in een lokaal boutiqueje, zei ze, dat ze het gevonden had. Echt enorm zo mooi met die steentjes. Daar ben ik echt ontzettend blij mee. En ja, zoiets rood, dat valt wel direct op. Dat je direct je sleutels vindt. Dus daar ben ik super blij mee. Van een andere vriendin heb ik dit mandje van Issy Paris gekregen. Met een badspons, nog een nagellakje. Deze in de kleur Electric Mint. Hij lijkt een beetje op deze, maar net iets, er zit meer groen in. Dus deze. En dan van de Orchideelijn een body scrub. Moisturizing shower cream. De kleine versie die je mee op reis kan nemen. Want dit is dan de grotere versie ervan. Die je kan dus nooit bijvullen. En ook het mandje. Ik vind het mandje super leuk. Dus ik denk dat ik hier mijn everyday bakje ga indoen nu. Want echt, het is een super leuk mandje. Heel mooie decoratie ook. Dus dankjewel. Dan nog van een andere vriendin heb ik ook van de Orchideelijn een body lotion gekregen. Het is de andere versie dan van het pakketje dat ik daar juist toonde. Maar ze ruiken alle twee even geweldig. Dus ik had al tegen hen gezegd van ja, binnenkort kom ik gewoon deze geur naar school. Echt geweldig. Echt een hele goede body lotion. En dan daarbij horend kreeg ik ook deze mooie oorbellen. Echt super mooi roze oorbellen. Deze bolletjes. Echt. Dan van een derde vriendin heb ik eigenlijk een doos vol pakketjes gekregen. Allereerst zat dit erin, deze fotocubus. Waardoor je ja, je foto's in kan zetten en die draait dan rond. Echt super tof, want ik heb redelijk veel foto's. En voor op mijn computer te laten staan, redelijk ja, veel geheugen ook inneemt. Maar deze, ja, dan kan ik dat gewoon op mijn bureau zetten. En kan ik nog nagenieten van de mooie tijden dat we samen gehad hebben. Dus daar ben ik ook heel blij mee. En dan heb ik deze Mylène reinigend kleimasker gekregen. Ik weet, Mylène, dat kan je niet overal kopen. Want
Het is ook zo vaak, zoals Tupperware, dat de mensen in je huis komen uitleggen en zo. Maar ja, heel blij mee. En klei, dat is sowieso wel goed voor je huid, dus dat ga ik ook zeker uitproberen. En dan deze leuke tas. You are the best. Superleuke tas. Ja, dat wordt vanaf nu mijn tas om koffie uit te drinken, dus dank je wel. En als laatste heb ik ook dit mandje gekregen, vol met badproducten. Deze is een body lotion, een badzout, een douchegel en dan een spons. Ik vond het sinds al een heel rare spons om eruit te zien, maar het is dus wel degelijk een spons. Deze heb ik al gebruikt en ruikt echt geweldig naar vanille. I just dropped something. Oké. Hij ruikt echt zalig naar vanille en ja, je wordt er echt helemaal relaxed van. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Ik ga echt met alles gewoon heel veel plezier beleven, denk ik. Dus dat was eigenlijk mijn collective shoplog en verjaardagscadeaus en kerstcadeaus. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Ciao.